En ik heb er 3 uitgekozen. Oké, ik ga gewoon een keer proberen. Oké, ik denk dat dit toch een van de moeilijkste gaat worden. Hallo iedereen, ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik TikToks nadoen van fans. Deze keer geen TikToks van bekende TikTokkers, maar die van jullie. Ik heb er echt super veel zin in en ik heb onlangs op TikTok gevraagd wie ik mag nadoen. En daar is echt super veel reactie op gekomen. Dus ik heb er een paar willekeurig uitgekozen die ik ga nadoen. Voordat we gaan beginnen met de video, vergeet geen duimpje omhoog te doen. De like goal voor vandaag is 4.650 duimpjes omhoog. Ik ben heel benieuwd of we dat kunnen halen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we dan maar snel beginnen met de video. Let's go! Oké, ik heb dus een TikTok geplaatst op mijn TikTok-account. Dit is mijn TikTok-account. En daarop had ik gevraagd wie ik mag nadoen. En ik heb er 3 uitgekozen. Ik heb dus gewoon zo gedaan. Toep. En hij of zij wordt het. En de eerste is... Even kijken... De eerste die ik ga nadoen is Dilara3216. En ik ga deze TikTok nadoen. This next part is my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to... Ik vind het echt een superleuk dansje. Ik heb dat zelf ook al opgenomen. Ik ga ook haar kleren en zo nadoen. Ze heeft een zwarte broek aan met een witte t-shirt en witte schoenen. Dat ga ik even nadoen in 3, 2, 1. Hier ben ik dan. Ja, dezelfde t-shirt had ik natuurlijk niet. Dus ik heb gewoon een witte t-shirt aangedaan van mijn collectie bij Zip. En ik heb ook wel een zwarte broek aangedaan. Nee, dan ga ik nog witte schoenen aandoen. En dan ga ik naar buiten, want de video is buiten opgenomen. Dus let's go! Oké, ik ben nu buiten. Ik ga het zo filmen. Dan ben ik ook op het gras en heb ik ook van alles op de achtergrond. En dan ga ik het nu leren. Ik ken ongeveer al het dansje, maar ik denk dat zij het een beetje anders doet dan mij. Dus ik moet wel nog een keer bekijken hoe dat zij het doet. Oké, deze video is echt moeilijker dan verwacht om dat echt op dezelfde timing te krijgen. Ik ben altijd te laat of ben ik te vroeg. Maar ik denk dat ik hem ongeveer heb, dus ik ga hem opnemen. Oké, ik heb hem opgenomen. Ik ben er wel blij mee. Hij is redelijk gelijk. Enkel het einde is een beetje. Zullen jullie wel zien. Maar hier komt hij. This next part is my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to... Oké, de volgende die ik ga maken is van Official X Bubbles. Het is echt een super schattig meisje en ik ga deze nadoen. In de video heeft ze een gestreepte jumpsuit aan. Dus ik ga eens kijken in mijn kast welke jumpsuit daar het meest op lijkt. En dan zie ik jullie straks terug. Maar ik moet nu nog mijn haar doen, want ze heeft een staart in de video die heel strak naar achter is. Dus dat ga ik nu even doen. Tadaa! En in de video zit ze gewoon in haar kamer, denk ik, of ergens bij haar thuis. Dus ik ga gewoon hier in mijn kamer shooten. Let's go! Oké, ik ga gewoon een keer proberen. Oké. Klaar. Ik vond hem in het begin niet zo moeilijk, maar het was gewoon moeilijk om hem op de juiste timing te krijgen en om hem gelijk te maken. Maar ik ben toch wel blij met het resultaat, dus hier is die. De laatste TikTok die ik ga nadoen is een moeilijke. Ik denk dat dit toch een van de moeilijkste gaat worden. Of misschien juist een van de makkelijkste. Maar het is een trampoline video. En het is een TikTok van Danaatje van Lishout. En ze doet allerlei kuntjes op de trampoline. En dit is de TikTok. Heeft ze een joggingsbroek aan en een witte t-shirt en een scrunchie rond haar arm. Dus dat ga ik nu even doen. Tadaa! Ik heb
ongeveer dezelfde broek en een witte t-shirt en een scrunchie en een staart. Dus let's go to the trampoline! We could be more than just part-time lovers. Oké, eindelijk is hij gelukt. Het was echt moeilijk, vooral in het begin, voor de juiste timing. Maar ik vind dat hem toch wel redelijk geslaagd is, dus hier is hij. Dit waren de TikToks die ik heb nagedaan. Ik vond het echt super leuk om jullie TikToks na te doen. Als je vindt dat er een deel 2 moet komen, vergeet dan niet te abonneren en te liken. Want bij 4650 duimpjes omhoog komt er een deel 2. En dan zie ik jullie bij de volgende video terug. Dag! Muah. Tada! Oh. Ik weet het niet. Ah. Ik ben nu sneller. Ja. Oké. Allemaal elektriciteit. Wow, dat ging snel. Oké, derde.